Dit is een iets andere video dan normaal. Ik heb ook voor de veranderingen een keertje een microfoon. Vraag me niet hoe, maar we hebben ons binnengeluld bij de Nederlandse Filmfestival. We mogen op de rode loper staan, we mogen mensen interviewen. En wij gaan een keertje bewijzen dat kleine YouTubers ook leuke vragen kunnen stellen. En misschien zelfs leukere dan shownieuws. Vandaag zijn we dus bij de première van de Spectacular. Maar we gaan het in ieder geval zien. Ik kan niet wachten. Het is nog even een uurtje wachten en dan gaan we beginnen. Dus op naar de rode loper. En gelijk door. Zo. Ja. Jij houdt erbij? Ik ga hem filmen. Jij gaat hem filmen. Ja. Daarvoor ben ik. Mag dat? Top. Hey, dankjewel. Je mag ook op beeld hoor, dat is ook grappig. Ik ga om hem heen draaien. Oh, daar gaan we al, hè? Ja. Lekker. Ook soepele heupen wel. Ja. Lekker maat. Uiteindelijk komen we in de bloed. Hoi. Ten eerste, wat een mooie jurk. Oh, dat, ik hou van die kleurrijke. Dat is mijn lievelingskleur. Ja. En is een film nou iets anders dan een serie? Ja. Nou, je hebt eigenlijk nog meer tijd om iets uit te leggen. Dat is natuurlijk heel fijn. Ja, je mag nog lekkerder, langer draaien. Ja. Wat heel leuk is natuurlijk. Ja, want ik denk, even in coronatijd heeft het heel even stilgelegen. Is dit dan ook extra lekker dat je nu even een serie en dan in ieder geval een langer project hebt? Ja, ik was wel een bofkont stiekem, omdat ik dus mijn hele coronatijd heb mogen filmen. Zowel voor films als voor series. Dus dat was heel veel geluk hebben. Het was een geweldig team en ik kom zelf ook uit Limburg. Ja. Dus er waren ook veel Limburgse acteurs en Pieter Kuipers is natuurlijk Limburgs. En ja, dat is dan een soort thuiswedstrijd. Ja. Het is toch gewoon leuk om een beetje onder de Limburgers te zijn. Dus, ja. En speelde dit ook in Limburg al heel lang dat dit speelde? Of was het eigenlijk helemaal niet zo bekend en is het wel fijn dat er een keertje zo'n serie erover komt? Nou, het heeft destijds heel veel indruk gemaakt, maar ik ben uit 77, dus ik was echt nog een kleintje, dus ik weet dat niet meer. Maar het heeft wel een enorme impact gehad destijds, maar het was niet zo dat ik het nog helemaal wist toen ik ouder was. Dat niet, nee. Nee, precies. Nou, geniet in ieder geval van de avond en hopelijk vallen de zenuwen mee uiteindelijk. Precies. Leuk. Dankjewel. Ja, het ging wel goed, toch? Ja. Hoe voelt het nou om op het Nederlandse Filmfestival te staan? Het Nederlandse Filmfestival is wel een thuiswedstrijd, toch, van Nederlandse filmmakers. Ja. Dus wij komen hier al heel lang en het is altijd wel dé plek om uit te gaan met dingen. Dus het is altijd een eer en het is ook altijd wel met, je kent iedereen en vrienden. En dus het voelt wel heel erg als de perfecte plek om in première te gaan. En voelt het nou ook iets anders vanwege dat het zo lang heeft geduurd eigenlijk? Of is het nu een soort van even die uitlating dat het eindelijk weer kan? Nee, het voelt wel echt anders en ook wel emotioneel, vind ik. Ik denk voor heel veel mensen dat je met zoveel hier allemaal weer naast elkaar staat zonder mondkapjes. Onze sector heeft het gewoon echt heel zwaar gehad, heel veel sectoren. Maar dat het dan nu weer, weet je wel, begint te lopen en dat we dit gemaakt hebben tijdens al die ellende. Ja, dat voelt wel als een soort gerechtigheid van het, we komen weer terug. En deze serie gaat over wat heel vroeger heeft gespeeld. Vond u dat het nou eindelijk een keertje naar buiten moest wat groter worden gebracht? Want eigenlijk, ik had er zelf persoonlijk nog nooit wat van gehoord. Ja, ik denk dat dat sowieso een goede vraag voor Pieter is. Die komt eruit, de producent, die komt er vandaan en die heeft meer die connectie. En voor mij is, ik ben ook een begin 30, weet je wel, dus ik... Heb niet die connectie van ik heb dat toen meegemaakt of gevolgd op het nieuws, dus eindelijk wil ik dat vertellen. Voor mij voelt het ook als iets nieuws. Ja. Maar dan kan Pieter misschien een ander antwoord op geven. Nou, als ik dezelfde vraag mag stellen, Pieter, wat zou jouw antwoord erop zijn? Nou ja, het is, voor mij is het niet zo, lijkt het helemaal niet zo lang geleden. Ja. Ik was toen begin 20 en iedereen in Limburg herinnert zich wel deze aanslagen, dat was echt huge. Het was juist zo raar eigenlijk dat daar zo weinig aandacht voor was in de rest van Nederland. Ja. En eigenlijk is dat ook waar de serie stiekem over gaat. Ja. Over hoe kan het toch dat er mensen zijn die, waar anderen niet naar luisteren, die niet gehoord worden. Dus misschien ook eigenlijk een beetje gerechtigheid voor Limburg? Nou ja, zo voelt het altijd wel een beetje in dit soort dingen. Maar het is ook wel in een groter geheel dat we ons moeten afvragen waarom gaan mensen verzet? Omdat ze niet gehoord worden.
En dus dat volgens mij is wat we ervan kunnen leren. En hoe staat het met de zenuwen van jullie? Per meter beginnen ze minder te worden. Ja, dus ik kom daar heel erg en nu voel ik zo langzaam. Oké, kan er tegenaan. Nou, voor mij is hetzelfde met per interview, dus dat scheelt ook weer. Dus dat komt helemaal goed. Nou, fijne avond in ieder geval. Bedankt. Toch ook leuk dat bijvoorbeeld familie het ook kan laten zien aan hun kinderen bijvoorbeeld. Hoi. Oh, ja. Hoi, mijn naam is Fabian. Bedankt dat ik je in ieder geval mag interviewen. Dank dat je me wil interviewen. Ja. Hoe voelt het nou? Voelt dit jaar iets anders dan normale jaren waarschijnlijk? Ja, behoorlijk ja. Nou, in ieder geval, ik weet nog, vorig jaar waren we hier met Vliegende Hollanders, ook een serie. En toen was het natuurlijk volop corona. En toen, nu is het is raar dat het voelt eigenlijk anders, maar ook weer gewoon niet. Het voelt eigenlijk alsof het afgelopen jaar eigenlijk een beetje niet is geweest en dat alles weer gewoon doorgaat. Nou, ik was zelf toevallig figurant bij de Vliegende Hollanders. Maar toen waren de opnames natuurlijk ook nog buiten corona. Ja. En dat is nu natuurlijk ook weer heel anders. En misschien voelt het daarom misschien ook dit jaar iets meer beladen. Nou ja, we hebben natuurlijk, toen we deze serie vorig jaar gedraaid, in eerste instantie zouden we het in het voorjaar doen en toen is het uitgesteld en toen hebben we het najaar gedraaid, maar natuurlijk wel opeens met allemaal restricties en dat soort dingen. Kijk, een serie die zich gedeeltelijk in Ierland afspeelt en je kan opeens niet meer naar Ierland, je kan niet naar Duitsland, dan moeten acteurs worden ingevlogen, je hebt mondkapjes, je moet testen en zo. En eigenlijk was het wel bijzonder om te zien dat het toch gelukt is. Ja. Nou ben ik van YouTube, dus dat is een nieuwe garde. En nou ga jij natuurlijk al een tijdje mee. Maar is er nou iets wat bijvoorbeeld shownieuws en dat ze mensen nou nooit vragen en je eigenlijk wel een keertje kwijt zou willen? Dat is een goede vraag, maar daar moet ik wel over nadenken. Ja. Iets dat ik er wel eens kwijt zou willen. Nou ja, dat ik hoop dat... Maar dat is misschien meer inhoud, of in ieder geval... Kijk, ik denk inderdaad, ik hoop dat mensen zich zouden realiseren. Kijk, het gaat heel erg over... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel geld uitgegeven, hè, laatste jaar. Hè, gewoon aan alle coronatoestanden en zo. En de cultuur in Nederland is toch iets wat op een laag pitje staat. En ik denk toch dat we het met z'n allen moeten realiseren dat hoog en laag cultuur... Hè, mensen denken heel vaak, waarom moet er geld naar cultuur en zo? En tegelijkertijd kijken we meer dan ooit, hebben we ook gemerkt tijdens de coronacrisis... van dat we heel erg misschien afhankelijk zijn ook van content, muziek, film, televisie. Hè, dat we gewoon dingen kijken en zo. En het één bestaat... Dus dat maken kost ook geld. En in Nederland misschien nog wel meer, omdat we niet echt een industrie hebben. En toch mooie dingen willen maken. Dus ik hoop gewoon dat mensen zich ook realiseren dat ze de volgende keer als het over geld gaat en kunst en cultuur. Dat mensen snel geneigd zijn, ja, er zijn belangrijkere dingen. Maar dat ze, gewoon mensen zich ook daar realiseren dat daar ook, dat dat een wezenlijk onderdeel van ons leven is. En belangrijk. Ben ik het helemaal mee eens. Want iedereen zat nu wel lekker op Netflix op de bank en zo te kijken. Om de tijd maar een beetje door te komen. Hopelijk vallen de zenuwen in ieder geval een beetje mee en dan gaat het leuk worden. Want heb je al een aflevering kunnen zien of nog niet? Nee, dit wordt de eerste keer. Dan is het denk ik, de spanning zit denk ik hoog dan. Nou, valt wel mee. Ik heb niet een hele grote rol. Een bijrol, een leuke bijrol. Dus dat vind ik altijd dat is ontspannend. Laat ik het zo zeggen. Als het niet goed is, ligt het niet aan mij. Maar het is heel goed. Daar gaan we er zeker van uit. Fijne avond in ieder geval. En geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja, zeker. Nou, ten eerste bedankt dat ik je überhaupt mag interviewen. Nou vraag ik me sowieso al af. Nou staan er al een beetje oude media en die stellen vaak wel dezelfde vraag. Is er nou iets wat jij mist qua vraag dat je eigenlijk wel een keertje kwijt zou willen? Nou, deze vraag bijvoorbeeld, die krijg je niet vaak. Als ik daar van tevoren even over had na kunnen denken. Nou, ik ben al blij dat het niet de hele standaardvragen zijn. Als je naar een film gaat over iemand die een restaurant runt, dat ze dan aan je vragen, ben jij goed in koken? Dan denk je echt, zullen we het ergens anders over hebben? Nou, we kunnen het hebben over dat het fijn is dat we hier weer in volle zalen mogen zitten. En hoe we daar heel erg ons best voor hebben gedaan met de filmcommunity om een protocol te ontwikkelen dat we inderdaad mochten filmen. Dat we verdomd mooie dingen maken. Ik zag gisteren Do Not Hesitate, vond ik een fantastische film. Dus het is ook prima om op andere lopers soms te zeggen, heb je die film al gezien, want die is ook heel goed. Dus dat zou ik zeggen. En draag je dit onderwerp nu ook meer bij je hart? Ik weet niet of het al bij jou in de omgeving speelde. Van waar de film over gaat, van Limburg, de aanslag.
Speelt dat nu meer of ben je er meer in gaan verdiepen of hoe speelde dit bij jou? Het speelde niet, dus ik heb me echt een beetje moeten laten inlichten. Ik vond het wel frappant dat ik er zo weinig van wist, terwijl het echt best wel een grote gebeurtenis was in Nederland en in Limburg. Dus ik vind het altijd wel spannend voor een Nederlands publiek om ook weer even wakker geschud te worden en denken, zo de mythe, dat was daar toen aan de hand. Dat is natuurlijk wel wat films mogen doen, de mensen. Ja, ik had het zelf ook, want ik moest echt opzoeken, is dit nou echt gebeurd of is dit fiction? En ja, blijkbaar is het dus wel. Dus laten we hopen in ieder geval dat deze film een keertje mensen wakker maakt. En net als De Oost heeft het uiteindelijk ook heel goed gedaan. En ja, uiteindelijk opent toch mensen hun ogen. Dus ik hoop dat in ieder geval. En in ieder geval een fijne avond gewenst. Dank je. En de standaardfoto's worden ook weer even gemaakt. Maar dat is wel altijd leuk. Beetje geinen tussen elkaar. En zo gaat het er dus aan toe als je dat op shownieuws en dat soort dingen ziet. Even ja. Houden, want anders dan... Ja, dan is het niet mooi op shot, nee, hè? Dat is het ding. Zo van, ja, ik weet nog wat ik met mijn tas moet. Dan ben ik hier en denk ik, ja, zie ik als echt een winkel. Nou ja, ik denk dat S10 er jaloers op zou zijn. Op de tas? Ja. Ik weet niet. Ja, maar zij heeft ook wel dingen waar ik jaloers op ben. Dus we zijn jaloers op elkaars kledingstijl. Snap ik helemaal. Nou, leuk dat je in ieder geval even te woord wil staan. Nou, ben ik ook van YouTube. Nou weet ik dat je ooit YouTube wel hebt aangesproken. Was helemaal terecht ook. Sta je daar nog steeds achter dat er in ieder geval verandering door jou wel is gekomen door YouTube wat normaler wordt, ook omdat er zoveel kinderen op zitten? Ja, dus dan ga ik het gewoon een klein beetje ook samenvatten. Dus een paar jaar geleden was het zo'n hele weirde trend dat op YouTube alleen maar video's verschenen met seks in de titel en het allemaal gericht op kinderen. Ja. Dus dan was er een meisje, die is dan een vlogger die speelgoed uitpakt op haar eigen kanaal. Maar dan werd ze ergens geïnterviewd en dan was het, hoe vaak per week heb jij seks? En ik denk van, dat is een beetje raar voor iemand die op een fandag alleen maar 8-jarigen om zich heen heeft. Ja. Nou, ik heb daar een keer bij een awardshow over uitgesproken. Is me niet helemaal in dank afgenomen, maar... Dat hoeft niet om mij te gaan. Ik denk dat het wel heel fijn is dat er inmiddels gaat het volgens mij wel wat gezonder in Nederland. Er gebeuren altijd weer rare dingen op het internet. Maar ja, ik denk dat het is... Een van de moeilijke dingen is gewoon, ja, hoe ga je dat, hoe bestuur je dat? En ik denk dat het handig is als soms mensen zeggen van, hé, dit gaat te ver en dit net niet. En, ja. Ja, ik denk ook, jij komt als het goed is ook uit Dordrecht. Ik ben daar ook geboren. Misschien is dat ook de nuchtere kijk van onze schapenkoppen. Dat we gewoon denken van, ja, waar slaat dit eigenlijk op? Ja, dit is echt heel oninteressant voor alle mensen die niet uit Dordrecht komen nu, hè, Fabian. Ja, dat maakt niet uit, joh. Maar ik denk, ja, Dordrecht is een eiland. En dat merk je in heel veel dingen. Ja, het is toch een soort saamhorigheid ook. Daarom. Ja, nou, en hoe zijn deze avonden? Bijvoorbeeld, wij komen dan uit zo'n klein eilandje. Is het nou bijzonder omdat je dan nu op dit soort plekken mag staan? Is dat... Niet normaal. Ik had nooit gedacht dat ik ooit in mijn leven Utrecht zou bereiken, maar ik ben er. En ik kan zeggen, de lucht is hier ook anders. Dat is niet normaal. Nou ja, ik vind de lucht in Dordrecht net iets schoner, maar ik bedoel meer van het filmfestival. Is het nou tof dat je hiervoor wordt uitgenodigd? Nou, het is gewoon zo gestoord dat het eindelijk weer door kan gaan. Ik ben zo blij dat we weer gewoon een filmfeest hebben voor de Nederlandse film. Want het was echt even pittig geweest om... Ja, ik weet niet hoe jij het vond, maar ik vond thuis zitten en dan films kijken... Ik vond het eerste paar maanden was dat goed te doen. En daarna kon ik niet eens meer YouTube-filmpjes kijken. Ik was gewoon helemaal doorgedraaid van het binnenzitten. Ja, ik ga normaal elke maandag dan naar de bioscoop en dat viel ineens weg. En toen dacht ik wel, ja, nu mis ik het wel. Depressie, hè? Depressie, ligt om de hoek. Ja, bro, is echt zo. Nee, ik ben dus echt, ik vind het wel echt een feest, man. Het is echt goed dat het er is weer. Nou, dan hou ik je niet langer van je feestje. Dan hopelijk geniet je in ieder geval extra dan. Ga je ook nog films zien? Nou, ik zit wel te kijken, want woensdag ben ik er ook nog. Dus dan hoop ik dat ik even een kaartje, maar voor deze had ik nu niet. En we moeten nog vanavond naar Excite, dus dat staat helemaal niet. We gaan monteren en ja, oké. Zet hem op, maar ik gun het jou ook. Ga alsjeblieft weer films zien. Iedereen, ook in heel Nederland, door alle bioscopen heen is NFF nu. Dus ga lekker die films zien, want het is echt... De filmindustrie heeft ons ook gemist. Zo probeer ik het me te bedenken. Is helemaal goed. Bedankt voor je wijze woorden en succes. Oh, ja, weet je zeker? Nee. Ja, ik weet niet wat er is. En succes. Hoi. Bedankt dat we je nog even snel mogen interviewen. Wie is dat? Nee. Van jou weet ik wel. Ik heb vroeger keek ik altijd met mijn moeder heel veel tv. Yeah. Dus daar ken ik je wel van veel films en dat soort dingen. Dus dat scheelt wel. Onder ons, ga je dan expres iets later over de rode loper dat iedereen al een klein beetje weg is? Of, Nou, nee. We moesten eigenlijk weer terug naar het huis van mijn vriendin, want zij was haar identiteit vergeten. Dus we zijn later dan we hadden gewild. Maar we zijn toch nog steeds echt super op tijd, of niet? Ja, maar ja, de pers is natuurlijk een beetje weg. Maar misschien ook wel lekker dat je die standaard vragen niet meer krijgt. Dat had ik helemaal niet doen. Nee, ja, we waren dus een beetje verlaat daardoor.
Nou, kan gebeuren toch? Heb je er wel in ieder geval zin in vanavond om weer lekker een serie te kijken, maar dan met iets meer mensen denk ik dan normaal? Ja, dit is anders binge-watchen. Ja. Maar ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben nu al trots op Hadewieg dat ze dit allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dus ja, te gek. En heb je zelf ook iets met het onderwerp zelf al? Of is dit voor jou ook eigenlijk nieuw? Want voor mij was dit eigenlijk, ik had er nog nooit wat van gehoord buiten Limburg. Nee, ja, ik keek wel vroeger in The Name of the Father, dat had ook datzelfde onderwerp. Maar ik weet verder helemaal niks dat dat allemaal zich in Roermond heeft afgespeeld. Daar had ik geen idee van. In ons eigen Limburg, nee. Ja. Nee? En nou ga jij natuurlijk al een tijdje mee. En de pers stelt meestal wel de standaardvragen. Nou ben ik gelukkig van YouTube. En ben ik eigenlijk benieuwd, welke vraag mis je nou eigenlijk altijd die niet wordt gesteld, die je nou wel een keertje kwijt zou willen kunnen? Welke vraag mis ik altijd? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Volgens mij komt altijd alles wel een beetje voorbij. Nou, eigenlijk de vraag van hoe voel je je? Hè? Hoe gaat het met je vandaag? Hoe voel je je nou echt? Nou, dat. Nou, gaan we die gelijk stellen. Hoe voel je je nou? Zo'n première vind ik altijd heel leuk, maar ook alweer niet. Ik heb er een haat-liefdeverhouding mee. Dus ik ben altijd een beetje zo opgelaten en moet altijd dingen. En ik ben inderdaad altijd net te laat en een pijnlijke schoenen aan. Dus het is iets ongemakkelijks, maar tegelijkertijd ook zo lekker om je weer eens op te doffen. Ja, want je hebt wel een hele mooie jurk in ieder geval aan. Dus dat is wel in ieder geval weer een voordeel met dit soort dagen. Ja. Ja. Nou, dan hou ik je niet nog langer op. Dan kan je in ieder geval lekker genieten van de serie. Succes. Dank je wel.